stak zo net zijn koffie uit de klok. Het is 2:30. Arie ging de hond uitlaten. Riep nog, breng een patatje mee. Hij ging weg, was net naar achter. En intussen sta ik hier dus in de hal op hem te wachten. Als hij komt, wordt het hommelus. Kreeg ik net een telefoontje met lawaai uit zo'n drukke bar. Arie op zo'n dronken toontje. Schaapje, frieten zijn bijna gewoon. Mijn trouwdag was het al griene, s'ochtends kreeg ik een telegram. Hij stond bij Moskou in de file, liet weten dat hij wat later kwam. Gaat die sigaretten halen, zie ik hem heel de week niet terug. Zegt hij sorry, ik ben wat later, omdat ik wachten moest voor de brug. Moest met zusje kreteressen, laat voor zaken nog naar Parijs. Maar hij is toevallig pompbediende, dus dat maakt hij de kat maar wijs. Ze moestjes Arie, lul, koek, larie, lompen, leugen. Die Arie!